je nou elkaar de schuld aan het geven van voor weer dat we zo hier komen? Dat leert eraan weer de basis, hé. Allebei niet. Het is niet Niels. Want het is tien vrouw. En waarom is die de baas en dicht niet? Nou, weet ik niet, maar dat is zo geregeld. Hè. Wat heb je zo geregeld? Nou, ik daar is de auto's en de vrouw uit het centrum. Zit toch? Je kunt ze maar goed geregeld hebben, hè? Weet ik niet of dat gehoord is, jawel. Het bevel. Hij zit je op. Wat lief? Hij zit je samen de auto's, dan heb je goed geregeld. Ja? Rijdt hij dan nog een hele leuke auto? Weet je niet, nee, dat is wel leuk. Dat is toch van de Schumel software, of niet? Nee, dat is een benzine. Dat vind je niet leuk. Als duur. Hey, ik zeg net, is dat leuk om tussen de A73 en het spoor te zitten? Ach, dat is geweldig. Want hoe zijn je alleen maar te werken of komen ze hier? Nee, ik hoor niet. Ja, ik moet bang verhaal. Ik hoor de geur, maar... Ik heb er geen hinder van. Niks. Dat is hier vroeger gewoon dus. Ja, ben ik gewoon. En altijd, ja nou ja, die weegt, er is toch nou een tietje, maar vlak langs het spoor, hè? Ja. Maar dat huurt ze op een gegeven moment niet meer. Nee. En heb papa de brief opgezet? Ook eigenlijk. Er zijn al een paar generaties. Hè? Allemaal in de auto's? Allemaal in de auto's. Ah. Essen, broers of zussen? Broers en zussen. Ook in de auto's gewonnen? Ja, Zwaal is de schoolleraar. Die broer? Ja. En die zus? Huisvrouw. Was dat al vrij snel duidelijk dat ze ook in de auto's terecht zou komen? Jawel, denk ik wel. Handig, hij is eerst weglopen. Nee, maar alleen. Normaal gesproken zeg ik dat vrouwen dat kennen en twee dingen tegelijk. Multitasken, en dan ben ik natuurlijk wel vaker dat ik dat ken. Vrouwelijke hormonen, die paar. Ja, zo is het. Ja, die paar in die broek is dan. Toch? Hé, hey, hoe is het tegenwoordig in de autobranche? Ja, als je gebeurt, is wel goed, joh. Want wat duist het voornamelijk? Keuren? Afrika, ja. Ja, 80%. Dan maar door de scheuren. En hoe weer auto's tegenwoordig nou het meest op afgekeurd? Alles. Alles voorkomende. Ja. En wat kost een APK'tje? 3 tientjes. Geen geld. Toch? Kunnen ze het zelf niet verdoen, toch? Als er niks aan is, hè? Als er niks aan is. Ja. Wat voor wie is de auto? Al lang van dicht? Ja, een jaartje of 4. Ja, joh. Hoeveel? Een jaartje of 4. Een jaartje of 4? Ja. En hoe valt het? Als er een goed gekeurd wordt, dan joh. En dat liggen er gewoon door. Ja. Uur van de waarheid, hè. Mooi. Was het vermoeden dat er iets niet in de... Zo goed moet het zijn, denk ik. Kump het erdoor? Ik hoop het. Nee, maar alles goed. Dan moet je even nog een tankje pompen en dan hebben we hem gehad. Hoe gebroekt zich de autoveur? Reis je veel? Nee, dat vind ik wel met. Door het gewoon werk een keer heb ik genomen. Het is vliegen om de kerk, ja. Wat zit er nou? Vliegen om de kerk, dat er hier. Daar is nog een andere? Ja. En hoe gebroekt ze deze veel dan? De andere veel. Gewoon werk een keer. En deze? Deze doet ook uit het rondje toeren. Ja. Okay. Ja. Werk ze ver weg dan? Meestal wel, ja. Maar in Genk. Wat voor die? Ja, een stukje rijden. Hè. Ja. Wat duurt ze door dan, als ik volg nu? De machinebouw. Industrieel machinebouw. Ja, in Genk heeft ze die fabriek, hè, die autofabriek. Of ja, die is gesloten. Wat is gesloten? Ja. Oh, dus daar heeft het niks mee te maken? Nee, dat is... Dat is gedaan. Ja, dat is dus ook wel een ander merk. Ja. En machinebouwmachines waarvoor? Ja, die maken machines om printplaten te testen en te bewerken. Ja. Wie is dat om in Bels te werken?
Dat was best wel schoon hoor. Dat was wel pas. Hadden ze Nederlanders ook, vind ik, hè, die Belgen? Proberen ze wel, joh. Dat proberen ze. Proberen ze wel, ja, ja, ja. Ja. Wat is nou de meest geslaagde opmerking die ze als Limburgse of Nederlandse jonkens maken door als ze proberen een dik voor de gek te halen? Ja, dat is niet goed. Even weten zo. Dan moest toch een beetje van die af kunnen. Ja, eigenlijk wel, joh. Maar het viel eigenlijk wel met wat ze... Ja? Ja, ja, ja. Wat is het belangrijkste verschil tussen Nederlanders en Belgen? Die zien geen beleven, toch wel. Belgen zien geen beleven. Het rustiger gaat. Ja. Is dat ook zo dat die... Ik ben ook wel eens een Belg geweest voor het werk. En dan begroest hij die smiddags altijd te lachen als ik mijn boterham hoe de trommel gepakt heb. Want die ging door. Net zo makkelijk een restaurant binnen. Een puntje beren mee. Ja. Broodjes bestellen ze smiddags altijd. Die smeren zichzelf geen boterham. Maar dat hoeft niet. Nee. En wie zegt altijd maar van onszelf dat we de Bourgondiërs zien? Ja, ja, maar he? Je ziet toch dat het anders is. Dus wie duurt dat dan? Is het een ik bestel zo'n broertjes? Nee, je smeert ze zelf de boterhammetjes. Meestal wel. Ja, ja. Dat uitnemen ze dit? Nee, niet meer. Wat niet meer? De man dat vroeger? Heel af en toe, ja. Maar dat is gedaan. Ja. Dan moet ze op zichzelf? Ja. Alleen? Ja. Ja. Neem eens een beeld. Nee, momenteel niet. Nee, niet. Nee. Kan dat? Ja, het kan allemaal dan vandaag. Ja. Ja, ik woon weer alleen, dat zal ik het zo zeggen. Dus, De rest wel samen goed? Ja, wel samen goed. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Lang? 7 jaar. Ja, ja, niet hele tijd. Maar dat was kennelijk, dan was dat niet de liefde van mijn leven. Of nee. Was het andersom? Ja. Beide kanten een beetje, hè. Ja. Verkloten. Ja, best wel, zeker. Hoe lang is dat nou geleden? Veel mooi. Veel meter mee gehad? Ja, tuurlijk. Dat is niet in de koude kleren zitten. Hè. En speelde dat al langer of was dat in één keer... Ja, dat is niet het van 14 jaar. Nee. En dan zei ze er een keer weer op. Nee, ik heb wel een keer zelf gewoon streken. En wassen en doen. Nog 7 jaar, ja. In één keer. Man. Ja, zo gaat dat. Maar ja, leef ik niet verder? Dan kan je gewoon door, hè. Ken je hem. En wat duist ze hem als ze even wil afschakelen en dan wil ze lekker relaxen? Wat duist ze dan om zich te amuseren? Lekker een potje beer, denk je, met die man. Kijk, ja, zie ik. Met de man? Ja, zeker. Het ziet je hoor, met de man. Ja. En waar geeft ze dan toe? Café? Ja, meestal een café. Ja? Ja, ja. En zo'n kroegje in de buurt? Ja, vooral in nergens. Ja. Hoe het net gaat doen, is dus gewoon een schietje. En wie is dan de bol? Een taxi, meestal. Taxi of fietsje. Ja. Hoe is het gevallen met de fiets? Hoe is het mee vandaag nog? Vandaag, man, het is dinsdag. Ja, het is een oud wielerbal in Linnens geweest. Oké. Okay. Schoon. Is dat niet alleen voor vrouwen dan? Nee, zie maar niet. Nee, ik word er ook nog nooit geweest, maar... Wat is de waarste eerste keer? Ja, ja, ja. Geen leuke... Oh, dat leert misschien ook wel. Ja? Ja, ook wel. Maar ja, dat is misschien dan weer ook wel weer niet zo'n goede gelegenheid. Nee. Niet. Ja, want iedereen heeft wat achter de kiezen. Ja. Nee, het was super gezellig. Goed geamuseerd. Hartstikke voor de zekerheid vandaag maar vrij gepakt. Ja, dat wordt beter. Je kent de auto's rustig van keuren en zo. En die dingen allemaal. Ja. Deure hobby zeggen ze, hè? Ja, best wel. Maar dat op stap gewoon of de auto gewoon. Ja, allebei. Ja. Ja, dat klopt. Ja, een vrouw is op het moment niet. Nee, dus dat, nee. Dat was helemaal een deure hobby geweest. Precies, natuurlijk. Precies. Ja. Maar over het algemeen betrouwbaar? Het algemeen wel, ja. Met mijn man vrienden. Ja. Maar is er dan een uiterke van het werk? Vind je het nieuwe werk? Ja, ja. Ik vind het werk, ja. Busje? Kangoetje, ja. Genoeg kangoe. Ja. Okay. Best zich dan ook zo'n bedrijfsrijder, de geer op de bumper van zijn veurlijke kroept? Of best ik een heer in het verkeer? Ligt eraan wie je de tijd hebt, hè. Dus
af en toe wel eens kleven? Ja, nee, normaal niet zo. Nee. Veel wel met. Heren is een keer als meestal een dame. Ja. Steekert zes ook, hè? Ja, weet ik niet. Kent ze niet? Nee. Hoe denk je er over? Dames en verkeer. Ja? Ja. Moet kieken daar. Moest ze dan mee uitkieken of moest ze mee uitkieken met uitspraken erover doen? Nee, met dames en verkeer. Moest ze mee uitkieken? Ja, jawel. Ja, want die, ze zeggen altijd, dames kunnen meerdere dingen tegelijk. Hè. Ja, uitgezonderd even onze ABK-keurmeester, hey. Ik heb ook twee dingen tegelijk. Maar ik zie ze ook wel eens onderweg verschillende... Ik heb ze ook wel eens op de snelweg gezien hoe ze de lippen vliegen. Ja, ik zit ook vreemd van op. Ja. Je kunt ze allemaal tegen, hè. Maar ja, aan de andere kant vind ik ook wel van die snelle managers, die zitten nog de stukken door te nemen. Ja, dat kun je op de rechterbaan. Zet het erop? Nee, auto er geweest. Ja. Is goed. Kijk. Is goed. Nog, dus tegen je mannen zijn drie tientjes kloor. Ja, nog een meer tientje, want dan is het ook nog een ah ja. Hoe lang kunt ze hier al? Ik ook wel een aantal jaar als ik al. Ja. Hoe kunt ze hier dan terecht? Op zo'n afgelegen... Ja, dan moest ze net weten te liggen. Hè. Ja? Ja. Mond-op-mond reclame. Ja. Dat is toch wel lekker, hè? Dat het nou voor drie tientjes klopt. Heerlijk, man. Dat is een tweeën gevuld. Los om de deur in de oven. Dat ken ik weer af tegenaan. Speciaal. Dankjewel.